Hallo allemaal en leuk dat jullie kijken naar deze nieuwe video. Vandaag gaan we het hebben over hoe je beter geluid kan krijgen als je aan het opnemen bent met een actioncam. Want ik heb hier al de Insta 360 actioncam. Ik vind het een hele leuke camera om vaak met b-roll shots te maken en met vlogs en dat soort dingen. En een paar documentaire series waar ik mee bezig ben. Alleen één uitdaging met het werken met actioncams is altijd het geluid. En dat komt heel simpel als je met interne microfoon gewerkt. Ik ga hem even aanzetten. Als ik hem nu aanzet en ik ga zo bewegen, al het geluid wat komt door je vingers, doordat je dan op dit scherm komt, dat hoor je. En dat is eigenlijk best heel erg irritant. Er zijn een aantal oplossingen voor en die ga ik je in deze video laten zien. De eerste oplossing is een externe microfoon op je actioncam plaatsen. En ik heb hier ook een speciale cage met hier bovenop een coiltje waar ik dus een microfoon in kan schuiven. Ik heb hier al de Rode Video Micro. En dit vind ik een hele fijne microfoon om te gebruiken met kleinere, compactere camera's. En ik heb ook wel de grote Rode, de VideoMic Pro Plus. En dat is best wel een grote microfoon, met name als je dat doet op zo'n kleine camera. En die kan ik hier gewoon bovenop in de coiltje schuiven. Alleen, deze camera heeft van nature geen mic jack input. Wat je wel kan bestellen, dat is deze van Insta360. Dit is een USB-C naar mini jack converter. Nou, die kan je hier in de zijkant stoppen. En vervolgens kan je daar dan weer je microfoontje in plaatsen. En dan geeft hier bovenin al een teken van, hey, ik heb een microfoontje erin zitten. En als ik nu naar de camera ga praten, dan merk ik al dat het geluid een stuk beter is. Dit omdat niet het geluid hier al door de microfoon heen komt vanuit de camera, maar van hierboven. En deze, zoals je kan zien, heeft dit flubbe dingetje, om het zo maar te zeggen. Dit noem je ook bij grote microfoons, heb je het ook, dat noem je de spin. En deze zorgt eigenlijk dat alle vibraties die hierdoor komen geblokkeerd worden en dat de microfoon dat niet opneemt. Nu kan je alleen buiten wel een uitdaging hebben en dat is, nu valt gelukkig vandaag een beetje mee de wind, maar als ik een klein beetje ronddraai, even ter het idee. Tralala. Ik hoop dat ik niet al te zeeziek hiervan word, maar met name zou ik als ik deze kant op sta te praten, nu zal je horen dat de wind in de microfoon komt en dat geeft gewoon een heel vervelend geluid en daarom heb ik ook deze dingen. Het heet een dode kat, die heb ik hier ook bij mijn lafmicrofoontje zitten. En daar kan je microfoon op stoppen. Tenminste, die kan je op je microfoon stoppen, moet ik zeggen. En als ik nu weer ga ronddraaien, zal je zien dat je veel minder last hebt van de wind. Dus als je wil opnemen buiten, is inderdaad zo'n dode kat heel erg handig om te gebruiken. Zit gelukkig ook standaard gewoon bij een microfoontje als je hem koopt. Om te zorgen dat je dus geen windgeluid in je microfoon hebt. En zorg gewoon dat je gewoon goed geluid hebt, ook als je dus buiten aan het opnemen bent met, laat zo zeggen, minder ideale weersomstandigheden. En zo merk je dat je dus ook buiten een goed geluid kan hebben met een opzetmicrofoon. Alleen een opzetmicrofoon heeft één nadeel en dat is als je dus wat meer afstand neemt, dan word je ook veel meer echoig en roomy en boomy. En, of nou, niet boomy eigenlijk, maar gewoon hollig. Dat wil je niet hebben. Een manier om dat op te lossen dat je eigenlijk altijd goed geluid hebt, dat geluidje volgt, dat is gebruik maken van zo'n jongen dat ik hier heb, een LAV microfoontje. En ik kan eigenlijk ook weer twee verschillende types krijgen. Het ene type is dat je dus een zender hebt en ontvanger. Dan plaats je de ontvanger bovenop je camera en je zender heb je dan bij je. Maar wat ik tegenwoordig heel veel gebruik, dat zijn deze. Dit zijn de Tentacle Track E recorders. En dit zijn eigenlijk gewoon kleine recorders, die stop je bij je. Hij is even technisch gezien 32-bit floating point. Dat betekent eigenlijk dat nooit het geluid kan oversturen met de opname. Wel hier bij een microfoon. Als je heel hard in je microfoon praat, dan overstuurt je microfoon. Maar als je gewoon in luidere omgevingen bent of je praat opeens harder, dan kan je gewoon alles in postproductie nog synchroniseren. En er zijn eigenlijk twee manieren hoe je kan synchroniseren. A, je kan nog steeds het microfoontje hierboven ophouden en dan kan je het in post op de audio met elkaar synchroniseren. Maar iets anders wat dit kastje ook heeft, dat is timecode. En timecode is eigenlijk een soort interne klok waarmee je alle camera's kan synchroniseren. Dus deze twee camera's hier al, die synchroniseren dus ook in post met timecode. En dan kun je ook weer de microfoon bijvoegen. En hier op mijn telefoon heb ik een appje genaamd Timebar. Hier al zie je in dit geval drie kastjes. Naar de bovenste, dat is Very Love, dus dat is deze. Ook te kennen aan het groene bandje. En dan heb ik hier nog twee kastjes lopen, zoals je kan zien. Dat zijn timecode-only kastjes, die sturen alleen maar timecode op. En die is dus op de hoofdcamera en op de B-camera hier aan de zijkant.
Heb je nou niet van die kastjes, want die kastje hebben we ook op deze kunnen plaatsen. Wat je dan kan doen, ik kan nu deze aanklikken. Dit is dus mijn LAV-microfoontje. En deze klok loopt en via Bluetooth zijn deze aan elkaar gesynchroniseerd. Dus als ik nu mijn andere camera pak en ik film dus nu even met deze camera hier al een shot van. En dit pauzeer ik in mijn editing software. Dan weet ik gewoon exact op welk punt of op welk frame ik dan gepauzeerd heb. En als ik dan in mijn software aangeef van oké, op dit punt is het die timecode. Dan kan ik gewoon alles heel makkelijk met elkaar synchroniseren en dan klopt alles weer. Of je kan inderdaad, zoals ik al zei, op de audio synchroniseren. En wat je prettig vindt, wat je wil gebruiken, is natuurlijk geheel aan jou. Het voordeel van alle twee gebruiken is dat als ik nu aan het praten ben en ik draai bijvoorbeeld mijn camera om iemand anders te interviewen, dan heb je gewoon de microfoon. Als je dan doorpraat, heb ik altijd nog het geluid van dit microfoontje en je hebt gewoon meer vrijheid. Budgettechnisch is het natuurlijk duur. Je kan bijvoorbeeld ook kiezen om alleen dit te nemen of alleen dat te nemen. Wat je wil is natuurlijk helemaal aan jou. Dus dit zijn eigenlijk de minimale dingen die je nodig hebt om goed geluid te hebben als je toch vlogs en blogs wil opnemen met een actioncam. Ik hoop dat je het een leuke video vond. Als dat zo is, geef me alsjeblieft een duimpje omhoog hier beneden. Ben je nog geen lid van mijn kanaal, klik hier om te abonneren. En hier over video's die ik eerder gemaakt heb. En mocht je nog vragen hebben over het onderwerp, laat die hier onderin even weten. En dan zie ik jullie graag heel snel terug bij een volgende video. Hoi hoi!